tipte de beste persoon aan wie Max de foto laat zien, die reageert eigenlijk meteen met: godverdomse klootzak. En wie is Max? En maar vooral eventjes, wie is die persoon in die foto? Hey allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Marcel Haster, de stripvlogger en wederom bij Niet-Stuff. En ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat, dat jullie veilig zijn, dat jullie binnen zijn. Vooral goed je handen wassen, 1,5 meter afstand houden, physical distancing, heel erg belangrijk. Ik ben wederom bij Niet-Stuff om jullie te voorzien van leuke leestips om deze lastige dagen door te gaan. En als je die leestips zo bekijkt en je denkt er zit wat tussen, nou, steun je stripwinkel en bestel daar je strips, want die hebben het op dit moment heel erg hard nodig. Als dit de eerste keer is dat je op mijn kanaal bent, welkom. Leuk dat je er bent. Ik hoop dat je van strips houdt, want dan ben je hier namelijk op het goede adres. Kijk rond op mijn kanaal, want er staan heel veel besprekingen van allerlei fantastische stripboeken. En er komen er nog een hoop aan. Dus een hele goede reden om je te abonneren en vooral ook even op dat belletje te klikken. Ja, ik zei net eventjes, wie is Max? Nou, Max is de hoofdpersoon in dit boek. Een godverdomse klootzak. Ja, je moet maar een titel verzinnen voor je verhaal. In dit geval bedacht door Régis Loisel, die het scenario heeft geschreven en de tekeningen zijn van Olivier Pont. Nou, Régis Loisel, Magasin Général, die hij samen met Jean-Louis Trip maakte. Eigenlijk vanaf het moment dat ik de titel zag, had ik al zoiets van dit boek, dit wil ik gewoon lezen. Daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. En op het moment dat je gaat lezen, dan merk je meteen dat de makers geen tijd verspillen met een hele lange introductie. Nee, ze beginnen meteen, bam, op de eerste pagina, laat ik die meteen even zien. Op de eerste pagina introduceren we meteen even een aantal belangrijke hoofdrolspelers die op een of ander vaag vliegveldje in de middel of Brazilië zijn. Max die komt daar aan, die komt daar een paar meisjes tegen. Ze maken even kennis en hij laat weten dat hij daar vandaan komt, dat hij daar gewoond heeft. Maar hij heeft verder geen vervoer. Die meisjes die wachten op een vriendin en uiteindelijk besluiten ze hem mee te nemen. Nou, ze gaan mee. Het wordt heel erg gezellig, heel gezellig. En Max die gaat een beetje vertellen waarom hij daar is. Zijn moeder is overleden en hij is dus teruggekomen eigenlijk naar zijn geboorteplaats. En hij gaat op zoek naar zijn vader. Ja, en dat is dus, ja, ik wou zeggen de man in de foto, maar er staan twee mannen op die foto. En hij laat die foto aan een paar mensen zien. En hij krijgt wel wat informatie, maar eigenlijk maar heel weinig, dat hij nog steeds niet goed weet hoe en wat. Totdat hij het advies krijgt om naar de ploegbaas van de plaatselijke houthakkers toe te gaan. Nou, houthakkers, Brazilië. Ja, je gaat natuurlijk wel een klein beetje denken van dat zijn geen lieve, vriendelijke, aardige jongens. En dat blijkt ook wel, zijn helemaal geen vriendelijke gasten. Dat als je het verhaal aan het lezen bent, dan kom je daar vrij snel achter. En vanaf dat moment ontsporen de zaken een klein beetje. Want niet alleen Max die komt erachter hoe vervelend die gasten kunnen zijn. Maar ook die twee meisjes die hij ontmoet op dat vliegveld. Want die zijn namelijk daar gekomen om daar als verpleegster te werken. Zij krijgen daar ook mee te maken. Het bijzondere is even in het verhaal dat het ontspoort in zoverre dat die zoektocht van Max naar zijn vader uiteindelijk ertoe leidt dat hij in het regenwoud in Brazilië belandt samen met een meisje wat niet kan praten. Dus wat puur met gebaren dingen duidelijk moet maken aan hem. En terwijl je dat verhaal zo leest, dan zie je, ja, dat er toch wel iets moois opbloeit tussen die twee. Wat wel heel leuk is. Maar aan de andere kant komt hij er ook achter dat hij een heel onplezierig souvenirtje heeft meegekregen van de vriendin van die twee meisjes die hij op dat vliegveld had ontmoet. Weet je, de titel kan mensen een beetje afschrikken van dit album. En dat snap ik op zich wel. Maar aan de andere kant, als je het boek gaat lezen, er zit zo ontzettend veel in. Er zit een hoop actie in. Er zit een humor in. Er zit een flinke dosis erotiek in. Er zit ook mysterie in. Zeker naarmate het einde. Dan gebeuren er wat dingen waar je aanvankelijk even niet bij stilstaat. Maar ja, op een gegeven moment snap je van, er is daar iets in dat regenwoud. En ja, daar eindigt dit verhaal een beetje mee. En goed, dit album is inmiddels al echt al een behoorlijke tijd uit. En er is tot op heden nog geen bericht over een tweede deel. Want dit eerste deel heet Isabel. Het is geen one-shot. Het is echt wel de bedoeling dat hier nog meer van komt. Tenminste, daar ga ik even vanuit. En dat hoop ik ook. Want als het verhaal hiermee eindigt, dan is het natuurlijk wel heel erg zuur. Want dan weten we nog steeds niet
hoe dat nou zit met die vader van Max. Wie van de twee dat nou is. Ik hoop echt dat er meer gaat komen, maar... Ik moet zeggen, al zou dit het verhaal zijn dan nog steeds, vond ik het echt heel tof om te lezen. Vooral vanwege de tekeningen van Olivier Pont. Hij brengt het allemaal zo ontzettend mooi in beeld. Prachtige tekenstijl heeft die man. Heerlijk om gewoon van te genieten. En het verhaal van Loisel is gewoon ook heel erg tof om te lezen. Er zit gewoon enorme vaart in. En ja, dat maakt het gewoon heel erg leuk. Dus ja, wat dat betreft ben ik ontzettend blij met dit boek. Echt vanaf het moment, wat ik al zei, vanaf het moment dat ik de titel zag, ik al zoiets van, die wil ik lezen. Ik heb er absoluut geen spijt van. Het is wat mij betreft echt wel een aanrader. Dus ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd. Hebben jullie hem gelezen? En zo ja, wat vind je ervan? En zo nee, heb je hem niet gelezen, zou je hem gaan lezen? Misschien nu je weet een beetje waar het verhaal over gaat en hoe de tekenstijl is, ja? Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Nou, laat het me weten in de comments onder deze video. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende weer terug. Houdoe!